Beste mensen, welkom bij Stichting Najiba. Salam alaikum. Zoals jullie kunnen zien, zitten we in een verlaten garage. Een broeder heeft mij gevraagd om zijn hulp. Wat we willen gaan doen, inshallah. We willen van deze garage, beste broeders en zusters, met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala, willen we een Koranklas van maken. Het is een mooie daad. Het is een sadaqa jariya, ze lopen de liefdadigheid. Als hier kinderen straks Arabisch leren, de Koran leren, hadith leren, dan alhamdulillah verdienen wij hier alleen maar ajar mee. Dus wat we gaan doen, we gaan inshallah bi'idnillah deze garage renoveren. Dit is de hoofdingang. Dat gaan we slopen en dan gaan we het meer verbreden, meer naar buiten brengen, zodat het wat groter wordt. En ja, je ziet het is allemaal beschimmeld. Dus dit gaan we allemaal mooi maken, inshallah. En daarbuiten moeten we nog een hoekruimte maken, laat het even zien. Op deze plek hier gaan we een kleine hoekruimte maken, zodat de mensen, zodat de kinderen hier hun wassingen kunnen verrichten. En hier buiten, dat zal de speelplaats zijn. Het wordt een mooie speelplaats als ze pauze hebben. Oké, inshallah. Dus dat gaan we doen. Het geld hebben we in de... is ook al binnen om hiermee te beginnen om te renoveren. Een broeder, een anonieme broeder die ik persoonlijk heb gesproken en hem heb verteld over de Koranklas die willen wij renoveren, heeft hij een donatie al gedaan, alhamdulillah, omwille van Allah om hiermee te beginnen. Soms doe ik reclame mondeling. En dan zijn er alhamdulillah muhsinin die dan zo'n daad op zichzelf willen nemen. Dus ik vraag natuurlijk Allah subhanahu wa ta'ala om deze broeder rijkelijk te belonen en zijn gezin te beschermen. En deze sadaqa jariya te laten accepteren. En dat de kinderen straks hier lessen kunnen volgen. Want dankzij zijn sebeb natuurlijk. Geen inshallah, dat zullen jullie zeker op de hoogte houden. We gaan hier aan beginnen. Bij tijd komen wij even langs om te kijken. En dan zullen we de updates delen, inshallah. Mubarak wa fikum. En blijf ons volgen.